Ik geloof dat er nog iemand is die foto's aan het schieten is. Daar ook een beetje over gaat. Maar goed, dat terzijde. Dat is Leo Miezenbeek. Maar eerst nog even parkeren te hebben. Dus eerst muziek. Geen André Rieu. Over 6 weken dan mogen we weer naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te gaan kiezen. En zo langzamerhand zijn bijna alle politieke partijen al voor de microfoon verschenen, behalve gemeente Belangen Zandvoort. En dat gaat vandaag gebeuren in de persoon van Michel Demmers en Astrid van der Veld, nummer 2 en nummer 1 van de kandidatenlijst. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. 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 Michel Demmers. Ja. Na 4 jaar terug in de dorpspolitiek en nog steeds en inderdaad ook nog bij dezelfde partij. Ja. Hoe voelt dat? Leuk. Alleen maar leuk. Betekent dat dat de partij toch enige consistentie heeft. En ik wil even een aanvulling doen. Hij is nooit weg geweest hoor. Nee. Nee, hij heeft achter de schermen heel veel. Waar. Nee, wij gingen niet voor ruilopties. Nou, want het is natuurlijk wel bij de afgelopen verkiezingen een dramatisch verloop geweest. We hadden tenminste, ik moet het goed zeggen, jullie hadden 4 zetels. Klopt. En vervolgens zijn daar 3 vanaf gegaan en is Joke Draaier als enige raadslid teruggekomen. Ja, dat komt omdat toen een heel heet hangijzer is gemaakt door een aantal bewoners, CQ-leden van politieke partijen, over het Middenboulevardgebied. Ja. En daar zijn hele ernstige, zware woorden gebruikt. En die sloegen op GBZ terug. En die waren niet terecht, vind ik. Maar ja, iedereen schijnt van alles te roepen, te mogen roepen. Tot op het onbehoorlijke af. Nou, dan zijn wij een beetje als partij, zijn we als boef weggezet. Mm-hmm. En dat heeft geresulteerd in 5 zetels voor de VVD en 4 zetels voor de oude partij. Ja, waarvan die 4 een restzetel is van de oudere partij Zandvoort. Nou, had jij je hielen nog niet gelicht als wethouder of de nieuwe raad mikte het toen bestaande bestemmingsplan Middenboulevard in de prullenbak? In 2 fases. En maakte een nieuw plan. Ga jij nou hetzelfde doen met dit plan als je weer terugkeert in de raad? Nee. Nee, we zijn nu 19 jaar mee bezig. En er zitten wat mensen, ook nu namens politieke partijen, die beleiden met de bond wel vernieuwing, verandering en verbetering. Maar in wezen willen ze dus niks. Dus het, ook door onderlinge rancuneusiteit bij VVD-leden is het hele gebeuren met amendement in de prullenbak gegaan. En het is nu maar afwachten wat hogere overheden hiervan zeggen. Dus om nu met allemaal bevlogen ideeën te komen, dat heeft niet zoveel zin. Ja, hogere overheden. Waar doe je dan op? Ja, dat is de provincie en de VROM. En die acteert op advies van de VROM-inspectie. Mm-hmm. VROM-inspectie heeft 4 ernstige klachten neergelegd. En wat er nu ligt aan plan, als je dat een plan kan noemen, mm-hmm. zijn die 4 klachten niet in opgelost. Dus ja. Wat, even kort, wat zijn die 4 klachten? Heel snel. Geen ruimtelijke samenhang, geen parkeerbalans, geen watertoets. En geen niet op tijd financieel plan uitgevoerd hebbende. Ja. Wat is een watertoets? Men moet verplicht in een bestemmingsplan onderzoeken in hoeverre de ontwikkelingen en de activiteiten invloed hebben op het oppervlakte en het grondwater. En dat is niet gebeurd bij een aantal bestemmingsplannen? Nee, dat is bij het Middenboulevard niet gebeurd. Bij het Middenboulevard niet gebeurd? Nee. Bij LDC wel? Dat is gebeurd, want anders had het niet dat gedeelte van het LDC niet goedgekeurd geworden. Okay. Astrid, de kandidatenlijst, hoe ziet die eruit? Die ziet eruit. Michel Demmers op 1. Ikzelf op 2, Astrid van der Veld dus. Ja. Op 3 hebben we Leo Miezenbeek. Op 4 hebben we Charlotte Jongmans. Op 5 Joke Draaier. Moet ik verder gaan? 6 Cor Draaier. Nou ja, de rest... Dat, hoeveel zetels denk je te halen? Nou, er zijn partijen die een lijst hebben ingeleverd met meer namen dan er zetels zijn. Dat hadden wij ook kunnen doen, maar wij hebben zoiets van... Ja, wees reëel. En, ik denk dat ons programma gewoon goed is. Wij zijn inderdaad recht door zee, dat blijven we ook. Blijven vasthouden aan onze lijn, wijken er niet vanaf. En als de burger van Zandvoort dat doorheeft en ons programma leest, dan zullen ze daar heel veel punten in vinden die hun ook zo willen. Er was wat in de krant. Ik las in de krant een overstap van een VVD'er in de richting van GBZ. Daar was ik zelf net zo verbaasd over. En dan heb ik het over de heer
Fred Paap. Dat klopt, daar was ik zelf ook net zo verbaasd over. Nou, hoe zit dat? Dat is natuurlijk niet voor het eerst dat VVD nee, het overstaat. Nee, want we hebben in het grijze verleden Jaap Brugman natuurlijk gehad. En Jaap Methorst die dat allemaal nu deden. Meneer Vrienden. Nou, kijk, GBZ bestaat gewoon uit een heleboel ontevreden VVD'ers. VVD'ers, ja. Dat heb ik ook wel eens gehoord, ja. Maar hoe zit dat? Dat was ik niet hoor. Nee, maar hoe zit dat verhaal? Kijk, op een bepaald moment moet er vertrouwen zijn tussen de fractie en de wethouder. Ja. De wethouder die vraagt op enig moment, kan je me steunen met een amendement? Want ik wil zaak A, B of C erdoor hebben. Nou, zegt de fractievoorzitter. Van de VVD? En ik ga dat voor je regelen. Ik vind jou nou niet mijn beste vriend, maar we moeten in het politieke verhaal moeten we toch nette dingen doen. Nou, toen hij dat ding gemaakt met die fractie. En toen zegt de wethouder, ik ontraad dat amendement. Nou, toen brak er iets. Niet te verliezen van de heer Paap in ieder geval. Toen brak er iets bij meneer Paap. Nou, en die zegt van, weet je wat, bekijk het. Ik ga wel naar de buren. Mm. Maar goed, daar had al dingen, zaken al getekend. En dat kan gewoon niet. Dan vinden jullie het jammer dat die flirt niet overgaat in vaste verkeer? Nou, nee, vind ik niet zo jammer. ik vind het wel heel geestig gesteld, die vraag. Ik vind het niet zo jammer, want kijk, als meneer Paap dan lid zou zijn, hij zou op nummer 10 of 11, weet ik veel, staan. Dus dat is altijd leuk. Maar hij wilde echt heel hoog. En dat is één. En ten tweede, als jij als GBZ het zwalkende beleid van de VVD moet aanvallen, dan krijg jij als GBZ'er, in dit geval meneer Paap, voor je oren van ja, maar dat beleid heb je zelf 8 jaar gemaakt als fractievoorzitter. Nou, dat komt de geloofwaardigheid en de bestuurskracht absoluut niet te goede hier in het dorp. Hmm. En jullie staan dus ook voor een geloofwaardig bestuurskracht? Als ik... Juist. Ja. Integer en geloofwaardig bestuur. Daar wil ik het ook even over hebben. Over, ja. Want dan staat hier... Even. Als ik het goed begrepen heb, Astrid, ben jij momenteel voorzitter van GBZ? Klopt, ja. Maar je bent ook in deze partij eeuwige tweede op de kandidatenlijst. Dat is niet waar. Ik ben begonnen als derde. Dus ik ga ervan uit dat ik 1 keer derde sta, 2 keer tweede. En dan waarschijnlijk 3 keer eerste. Ah, geintje. Nee hoor. Ja, je kan er toch zelf in geloven. Ja, kan er zelf in geloven. Ja. Nee, nou ja goed. De bedoeling is natuurlijk wel, mocht ik in de raad komen, dat er een andere voorzitter komt. Want je moet wel proberen die zaken gescheiden te houden. Ja, over gescheiden gesproken. Want daar wil ik dan toch even dat bruggetje dan nu gaan slaan. Hij is getrouwd geweest, hoor. Nee, dat weet ik. Maar dat bruggetje over bepaalde dingen gescheiden houden. Je had het net over een geloofwaardige bestuursverhaal. Ja, klopt. Dat heeft ook met integriteit te maken. Dat zie ik ook hier terug in het belang van de inwoners van de gemeente Zandvoort dienen. Klopte er daar iets dan niet in dat opzicht? Nee, er kloppen een aantal dingen niet. Nou, vertel. Wat klopte er dan niet aan? Een aantal raadsleden heeft het niet goed op het netvlies wat integriteit in het openbaar bestuur betekent. Ja. En dat betekent deskundigheid, gedrevenheid en integriteit. Wetsgetrouwheid, transparant, open en duidelijk zijn. Onafhankelijke besluiten kunnen nemen. Ja. Ja, en dat is hier niet aan de hand met een aantal raadsleden. Wat? Welk besluit is niet onafhankelijk genomen? Het besluit om amendement in te dienen wat het middenboulevardgebied betreft. Die zijn niet onafhankelijk genomen, want één raadslid heeft 4 nevenfuncties die het tot stand brengen van bestemmingsplannen in het gebied tegengaan. Althans in zoverre tegengaan en moet niets gebeuren, terwijl vanaf 2000 al staat dat het gebied geherstructureerd moet worden. En een ander raadslid die heeft met voorkennis een vergunningen weten te verkrijgen als zijnde lid van een beleidsgroep en ook... Ja? Persoonlijk belanghebbend te zijn. Ja. Dat soort dingen kan natuurlijk niet. Vergunning van wat? Standplaats, het gaat hier over de bestemmingsplan Middenboulevard en een standplaatsvergunning. Een standplaatsvergunning. En iemand had... Dat is het begin van deze regeerperiode gebeurd. En dat een raadslid met voorkennis geweest. Ja, en die heeft misbruik gemaakt van een ambtelijke verschrijving. Op de beurs is dat strafbaar, hè? Handelen met voorkennis. Op de beurs is het strafbaar, ja. En hoe zit het hier in de gemeenteraad? Daar heeft... Er is een dikke brief overgeschreven door GBZ. Er is een zeer rommelig antwoord opgekomen en geen enkel raadslid is daarop aangeslagen.
Over de integriteit van het raadslid qua Middenboulevard. Daar heeft meneer Kramer zometeen aan het woord. Heeft daar, is daarop aangeslagen. Mm-hmm. En de rest van de raad, rest van de raad niet. Nou, er is nog iemand die dat gedaan heeft. Dat is de heer Kroonsberg geweest. Ja, nou, die zag het zo voor zich opreizen. 16 tegen 1. Die denkt, weet je wat, ik stap uit de raad. Ik pak in.